Ja, het is nog niet helemaal. Het is niet geen constructie die helemaal af is en geen toekomstbeeld dat helemaal klopt. Hè. En dat zou ook maar raar zijn, hè, want je moet heel hard oppassen als politieker om een utopist te worden. Hè. Dat is een beetje gevaarlijk. Hè. Je moet altijd als politieker heel erg rekening houden met de wereld zoals hij is vandaag. Een toekomstbeeld schetsen en dan weten welke stappen je moet nemen om daar te geraken. Maar dat gezegd zijnde, ja, er zal meer Europa nodig zijn. Dat klinkt misschien raar, hè. Ik heb heel veel kritiek op Europa, maar er zal meer Europa nodig zijn. En dat Europa dat zal veel meer moeten trekken op de Verenigde Staten van Europa dan vandaag de dag. Hè. Ik ben geen grote fan, of niet op alles van de Verenigde Staten van Amerika, maar het politieke model dat ze hanteren is een politiek model waar we naartoe moeten. Ik weet dat velen dat een gruwel vinden, hè. Maar ik vind dat de Sociaaldemocraten veel te lang zijn meegegaan in een Europa van de interne markt alleen, hè. En als we zien naar de problemen die we vandaag hebben, is nu net omdat we alleen maar die interne markt hebben en dat economische Europa en niet het Europa dat democratisch stevig staat en niet het Europa dat ze sociale rechten stevig gedefinieerd hebben. Dus meer Europa dat democratischer werkt, maar dat betekent veel meer macht. Ook aan het Europese parlement en een Europese commissie dat, ja, dat functioneert als een regering. Twee, een Europa dat ook echt een sociaal Europa is. 10, 15 jaar hebben sociaaldemocraten lippendienst bewezen aan sociaal Europa en ze hebben daar niks aan gedaan. En nu merken we hoe nefast dat is, hè. Laat me dat illustreren met één voorbeeld. De sociaaldemocraten in Duitsland, Schröder met name, die heeft toch wel niet het minimumloon afgeschaft in Duitsland. Nu, je moet al een hele rare sociaaldemocraat zijn om iets als een minimumloon af te schaffen. Ik geloof heilig in concepten zoals minimumlonen, omdat je moet op een gegeven moment toch ook definiëren wat hebben wij minimaal nodig om rond te komen, om ervoor te zorgen dat ik waardig kan leven. En iemand die voltijds werkt, die heeft daar toch recht op. Dat is toch basic. Dus sociaaldemocraten die minimumlonen afschaffen, dat is op zich al redelijk crimineel, vind ik. Nu, die heeft dat een tijd geleden gedaan en nu zien wij bijvoorbeeld in België wat de gevolgen daarvan zijn. Onze bedrijven worden weggeconcurreerd door Duitse bedrijven. Niet de Chinese, niet de Zuid-Amerikaanse, niet de. Nee, de bedrijven in Duitsland concurreren ons weg omdat zij geen minimumloon meer hebben. In plaats van Schröder, weet je, in plaats van het minimumloon afschaffen, had hij toen hij de macht had, samen met andere Europese eerste ministers van sociaal-democratische origine, die hadden een minimumloon moeten installeren in de hele Europese Unie. Dat is een heel mooi voorbeeld over hoe ik sociaal Europa zie. Dat wil niet zeggen één sociaal zekerheidssysteem, maar dat wil wel zeggen een Europa waar sociale rechten tellen en waar die voor iedereen tellen. En drie, het wordt heel erg tijd, en dat staat zelfs los van het Europese project, maar het zal Europa zijn die dat moet gaan waarmaken, dat we durven nadenken over hoe onze toekomstige welvaart er zal uitzien. En dat betekent niet altijd een gemakkelijke boodschap, hè. Ik ben nog minister van Mobiliteit geweest en elke keer als ik iets tegen de auto zei, dan was het kot te klein natuurlijk, hè. Dat is zo'n een heilige koe in onze westerse samenleving. Maar ik geef het als voorbeeld. Ik ben zelfs niet tegen de auto. Ik denk dat in de toekomst er altijd auto's zullen zijn. Alleen zullen die zero emissions hebben en zullen die heel anders functioneren. Maar zelfs dat, die idee dat elk gezin twee auto's moet hebben en dat nu is het idee is van vooruitgang en van welvaart, dat gaan we toch een beetje moeten herzien. Dat zal er toch heel anders moeten uitzien. Ja, dat betekent een heel andere manier van wonen, een heel andere manier van vervoerssysteem, maar wel heel kwaliteitsvol. Wat ik de mensen wil bieden, is een toekomstbeeld dat ontzettend kwaliteitsvol is. Maar kwaliteit, dat heeft te maken met welke opleidingskansen heb ik? Welke opleidingskansen hebben mijn kinderen? Zal ik een aangename plek hebben om in te wonen? En betekent dat in die buurt er ook openbare ruimte is waar iedereen toegang tot heeft, maar die heel kwaliteitsvol is? Dat soort dingen, daar moeten sociaaldemocraten mee bezig zijn. En dat is natuurlijk tegelijkertijd heel lokaal, maar ook heel Europees.